Hi, hier is Paul weer. Welkom bij de Geldboom Show. Vandaag gaan we gewoon weer verder en we gaan verder met Dimitri, een Belgische kijker. 7% van mijn kijkers komt uit België. Dus het lijkt me ook leuk om een keer een Belgische kijker mee te nemen. Vandaag is dat Dimitri geworden. Belgen hebben altijd andere belastingen dan Nederlanders, dus daar moeten ze ook op letten als ze gaan dividend investeren. Dus dat gaan we vandaag een beetje bespreken. Dimitri is 51 jaar en zijn doel is om 1000 euro aan dividend per maand te krijgen vanuit zijn portfolio. Hij heeft een portfolio van 49.000 euro en daar komt ruim 2000 euro aan dividend per jaar uitvallen. Hij heeft een heel erg vastgoedgericht portfolio. Dat gaan jullie zo zien. Zijn grootste positie is een Belgische GVV, zoals dat heet, een vastgoedfonds. Cofinimo, als ik het goed uitspreek. Zijn tweede positie is Coca-Cola, maar die wil hij vervangen door Mid-America Apartment Communities. Dus dan krijgt hij nog meer vastgoed in zijn portfolio. En hij heeft onder andere ook Vici, en die wil ik halen door Fastgraphs, omdat ik weet dat velen van jullie ook fan zijn van Vici of Vici in jullie portfolio hebben zitten. Nou, laten we eens kijken wie Dimitri is. Ik ben Dimitri, 51 jaar en nog maar 3 jaar bezig met beleggen. Nou, in 3 jaar bijna 50.000 aan portfoliowaarde creëren. Supergoed bezig. Ik zit op Bux en Bolero. Dat zullen zijn brokers zijn. Ik woon in België en daar betaal je dus op buitenlandse aandelen een buitenlandse bronheffing en 30% roerende voorheffing. Dus als Dimitri bijvoorbeeld NN Group koopt of Ahold of een ander Nederlands dividendaandeel, dan moet hij de 15% Nederlandse dividendbelasting sowieso betalen. Wij als Nederlanders kunnen dat weer terugkrijgen een jaar later via de belastingaangifte. Maar hij moet die 15% betalen, die ziet hij nooit meer terug. En daarna, over de overgebleven 85%, moet hij nog een keer 30% aan roerende voorheffing betalen. Dat is een ander woord voor Belgische belasting. Dus dat maakt het voor Belgische investeerders wel een stukje lastiger om aan dividend groei investeren te doen. Maar er zijn er genoeg die het toch doen en dan zoeken naar wat hogere yielden. Nou ja, prima. En Dimitri is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Op Belgische aandelen maar 30% of 15% als het zorgvastgoed is. Edifica en Care Property Invest zijn zo aandelen. Zijn zulke aandelen, zal dat ongeveer zijn. Bij Bux betaal ik alleen buitenlandse bronheffing. Bij Bolero gaat alles er automatisch af. Ik heb een vrijstelling. En dit hoor ik ook bij Belgische kijkers. Ze moeten heel veel dividendbelasting betalen, maar ze hebben wel een vrijstelling. En in het geval van Dimitri is dat 2 maal 833 euro, dus 1666 euro op zijn dividend in totaal. En het doel van Dimitri, dat is heel simpel. Hij wil 1000 euro aan dividend per maand krijgen en daarna het liefste nog meer, dus 12.000 euro per jaar. En dat wil hij halen als hij 65 is, dan gaat hij met pensioen. Ja, als hij in dit tempo doorgaat, dan gaat het Dimitri zeker lukken. En ik wil eens kijken naar Cofinimo, of laten we eerst eens naar zijn portfolio kijken, want die heeft hij laten zien met Getquin. Dit is Dimitri, hij komt uit België. Nou, hoe leuk is dat? Ik vind het ook leuk dat er Belgische kijkers zijn. Zijn grootste positie, Cofinimo. Nou, dat hebben we net gezegd, dat is Belgisch vastgoed. Daar gaan we zo iets verder naar kijken. Coca-Cola is zijn tweede positie, maar die wil hij dus vervangen op termijn. Als Coca-Cola een bepaalde prijs heeft voor Mid-America Apartment Communities, een hele mooie Amerikaanse REIT. Agri Realty, Realty Income, Vici, allemaal vastgoed. De iShares Euro Dividend ETF. Crown Castle, dat is ook een REIT, CP Invest, die ken ik niet. Engie, Main Street Capital, een BDC, die heeft hij ook. Altria, British American Tobacco. Tabak, dat keert ook heel hoge dividenden uit. Second Capital, dat is een M-REIT volgens mij, een Mortgage REIT. En een N-REIT, dat is een Equity REIT, net zoals Realty Income en Agri Realty, Retail Vastgoed. UGI, die ken ik niet zo goed. Volgens mij is dat iets met energie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ares Capital, die hebben we ook gezien bij Arco, BDC. Brookfield, Nordpower, Edifica, Belgisch vastgoed, WDP. Ik ken ze niet allemaal. Arbor Realty Trust, ook een M-REIT. Deze, SBM Offshore Energie van de Velden, Vastnet België, nog meer vastgoed. Tink, die ken ik eigenlijk ook niet. Plug Power, Trinity Capital, dat is ook een BDC. En Clean Energy Fuel en nog zijn maandelijkse storting heeft hij erbij gezet. Kennelijk wil Dimitri 300 euro per maand investeren. Of misschien nog meer, dat weet ik niet. En er komt wel veel dividend uit bij Dimitri, meer dan 2000 euro. En dat is natuurlijk heel mooi verdeeld over de maanden heen. Hij zal best veel dividend krijgen. Gemiddeld per maand al meer dan 200 euro, 2000 in totaal. En in mei komt er heel veel binnen.
Wie is dat? Cofinimo gaat dan kennelijk uitkeren. We gaan eens kijken naar wat Cofinimo is. Of laten we eerst nog eens kijken naar de spreiding van Dimitri. Want die is natuurlijk wel opvallend. Hij zit heel veel in real estate. Dat kun je ook hier altijd mooi zien. Sectors. Real estate is 52%. Dan hebben we dit, consumer staples. Daar zal Coca-Cola bij zitten. Dat was 9% van zijn portfolio. Maar daar wil hij ook real estate van maken. Dus dan wordt het nog meer real estate. En verder financials. Maar de financials zijn dan denk ik ook weer REITs. Zoals Sachem Capital volgens mij. Dus M-REITs. Of is Sachem Capital een BDC? Ik weet het niet zeker. Maar Main Street is een BDC. Ares is een BDC. Trinity Capital is ook een BDC. Dus hij zit wel in de kant van de BDC's. En van de REITs, van het vastgoed. Maar zijn grootste positie is dus Cofinimo. En dat wil ik ook kort laten zien. En dat is dit. Al bijna 40 jaar ontwikkeld en beheert Cofinimo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dus ze zitten op heel veel plekken in Europa met een waarde van ongeveer 6,2 miljard euro. Heel veel zorgvastgoed heeft Cofinimo, 75%. Ook wat kantoren en nog wat vastgoed voor distributienetten, zoals ze zelf zeggen. En ook Cofinimo moet weer aan allerlei eisen voldoen qua belastingen en regeltjes. Dat is dit, dat kwam ik tegen op een site, verplichting tot dividenduitkering. En dat doet heel erg denken aan de Amerikaanse REITs. Die moeten 90% uitkeren aan hun aandeelhouders in de vorm van dividend. Maar Cofinimo heeft hiermee te maken. GVV's. En een GVV, ik heb het opgezocht, is een gereglementeerde vastgoedvennootschap. Dus eigenlijk een vastgoedfonds. Zoals we dat in Nederland zouden zeggen, zijn verplicht minstens 80% uit te keren van de som van het gecorrigeerd resultaat en de netto meerwaarde op de verkoop van onroerende goederen, die niet vrijgesteld zijn van een verplichte uitkering. De vermindering van de schuld tijdens een boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag. Dus ze moeten 80% uitkering doen. En daarnaast roerende heffing, heel veel belasting altijd in België over je centjes. Op dividenden die door een GVV worden uitbetaald, wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast. En als ik dan ga kijken naar de dividendhistorie van Cofinimo, ziet dat er best wel leuk uit. In 2016 kreeg je netto gezien, dus dan gaat hier 30% vanaf, netto gezien 3,85 per aandeel. Het jaar daarna ook 3,85 per aandeel. In 2018 samen, als ik dit samenpak, is het ook 3,85 per aandeel. 2019 kreeg je iets meer dividend, 3,92. Dan nog iets meer dividend, nog iets meer dividend, nog iets meer dividend. Dus Cofinimo doet wel wat ik altijd graag wil. Bedrijven die dividend uitkeren, dat minimaal gelijk houden en laten groeien in de toekomst. En ik heb Dimitri ook gevraagd of hij die netto uitkering dan wel ook echt netto krijgt. Of hij daar dan nog een keer belasting over moet betalen. Maar hij krijgt 4,34 aan dividend netto vanuit Cofinimo, zijn grootste positie. En dat is mooi, dat is best wel een hoog dividendrendement. Dat is 7,5% netto dividendrendement. Dus dat is best hoog voor Cofinimo. Ik heb ook gekeken naar de koers. Ja, die ziet er iets minder mooi uit. Ik heb geen idee of Cofinimo een mooie koop is. Ik heb niet in de financials gedoken. Je krijgt een hoog dividendrendement, 7,6% bij de huidige koers. Ze groeien hun dividend. Ik weet niet hoe dat eruit ziet in de toekomst. Of dit nu een mooi koopmoment is of niet. Dus Dimitri, laat je licht er vooral over schijnen als je dat wilt doen over jouw grootste positie. Dat zou ik leuk vinden. En verder gaan we kijken naar Vici. Dat gaan we kijken in Fastgraphs. Vici is een Amerikaanse REIT, een retail of een real estate investment trust. Eigenlijk een Amerikaanse GVV, als ik het zo mag noemen. Die moeten ook dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Ze zitten vooral in Las Vegas, op de strip. Daar hebben ze heel veel casino's, hotels, gaming dingen. Dat is wat Vici doet. Dividend yield bij de huidige koers 5,7%. De 5-year CAGR is ontzettend hoog van Vici. 10%, maar dat gaan ze onmogelijk volhouden naar mijn idee, naar de toekomst toe. En de payout ratio op basis van de adjusted funds from operations is rond de 75%. En als ik ga kijken in Fastgraphs naar Vici, dan kun je zien dat de AFFO, de adjusted funds from operations, heel mooi groeit. Dat de dividend, dat is die witte lijn, ook heel mooi groeit. Ze waren begonnen met dividend uitkeren in 2018. En Vici bestaat nog niet zo heel erg lang, maar er zit hele mooie dividendgroei in. Maar als je naar de toekomst gaat kijken, dan wordt er wel een afremming van de groei verwacht. Dat zal ook komen door de hoge interest rates. Dat zagen we gisteren ook bij Agree Realty.
5%, 4%, 3% EFFO-groei wordt verwacht. Dan mag je dat ook ongeveer, naar mijn idee, aan dividendverhogingen verwachten. Dividend is wel veilig als je gaat kijken, rond de 75%. Dat is prima. Is het overgewaardeerd? Is het ondergewaardeerd? Dat is een beetje lastig bij Fitsi, omdat ze nog maar zo kort bestaan. Maar normaal betaal je 16 keer de EFFO. Nu betaal je 13 keer de EFFO. Dus dan kun je zeggen dat hij er aardig onder zit. Dat het een teken is van onderwaardering. Het zal allemaal komen door de interest rates. Hoe langer de interest rates hoog blijven, hoe lager de koersen van aandelen zoals Fitsi zullen staan. Maar het kan een mooi koopmoment zijn, dat moeten jullie zelf weten en bepalen. Wel is het zo dat Fitchi een wat mindere kredietwaardigheid heeft dan Agri Realty, dan Realty Income, dan Apartment REITs en andere REITs. Ik vond ook, en dat is mijn mening, dat Fitchi wel heel veel extra schulden aangaat en wel heel veel extra aandelen uitgeeft om maar een beetje free cashflows te laten groeien. Die ratio vind ik een beetje spannend, maar ik ben geen expert in Fitchi, dus je moet het zelf verder bekijken. Dus dat is Fitchi en eigenlijk het portfolio van Dimitri. Ik vind het een leuk portfolio, heel veel real estate, ik vind dat wel mooi. Heel veel hoger dividend, wat logisch is als je ook Belgische investeerder bent, denk ik. Dan ga je daar toch iets meer naar op zoek door die hogere belastingen. Ook al heb je wel een mooie vrijstelling, dat viel me ook wel op. Dat is toch best wel lekker als je die vrijstelling kan pakken. Dus Dimitri, dankjewel. Je kan Dimitri volgen op Getquin. Dan moet je hem zoeken. Hier, dan ga je hier zijn naam indrukken. Dimitri _ T, dat is zijn naam. Dan kun je hem volgen. Hij kan jou volgen. Dan kun je weer van elkaar leren. Verder kun je ook meedoen aan de Geldboomshow. Dat kan nog steeds. Dan moet je even kijken. Dan moet ik dit even goed doen. Maar dan mag je een mailtje sturen naar leven... Deze levendividend@gmail.com. Je hebt een Getquin accountje nodig. Je kan een Getquin accountje aanmaken via de link in de beschrijving beneden. Het is gewoon gratis. Je kunt er gratis gebruik van maken. Mijn kanaal help je ermee als je via het linkje gaat registreren. En als je dan een portfolio hebt gemaakt. Nu gaan we naar mijn portfolio. Dan ga je naar je dashboard en dan moet je hierop drukken. Op dit dingetje. Dan krijg je jouw portfolio linkje. Als je die meestuurt in een mailtje naar levendividend@gmail.com, dan kan ik jouw portfolio zien, dan kan ik jouw portfolio meenemen. Als je dan wat vertelt over jezelf, over je doelen, over je aanpak of wat er maar het delen waard is, dan kan ik ook over jou een geldboomshow maken. Dimitri, dankjewel voor je inzending. Ik denk dat het je zeker gaat lukken, die 1000 euro aan dividend per maand gemiddeld. Je ligt hartstikke hard op schema. Ik ben benieuwd hoe je verder gaat ook. Ik ben ook benieuwd naar wat meer over Cofinimo, als je dat wilt delen. Waarom is dat je grootste positie en wat denk jij van die koers? Dus dankjewel Dimitri. Veel succes verder. Ik ben er binnenkort weer met de volgende Geldboomshow waarschijnlijk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!